Wij zijn ook mensen met gevoel en emotie. Maar het is gewoon jammer dat je nog vaak in een hokje wordt gezet. 4 jaar is Rosanne als zij een dwarslesie krijgt. Ze komt in een rolstoel en kan niet meer lopen. Ik vond het wel eng natuurlijk, dat weet ik nog wel. Maar dat moment dat ik wakker werd en dat mijn benen het niet meer deden, snap ik niet. Maar nu, inmiddels 30 jaar oud, staat ze volop in het leven. Lekker sporten, een leuke baan en een eigen woning. Ik weet nog goed dat ik jong was en ik heb de vriendinnetjes nog van de lagere school. En ik wilde altijd wat zij ook hadden. Op een gegeven moment dat we 18 waren, hun gingen auto rijden, ik ging auto rijden. En gestudeerd, stages gelopen, diploma's gehaald, werk gaan zoeken. Want dat ik die auto had, toen dacht ik van ik ga maar eens een baantje zoeken als het lukt, want het kost geld. Omdat een handicap hebben volgens Rosanne vaak nog taboe is, start ze een pagina op Facebook en begint met vloggen. Ja, want als je goed kijkt, zie je daarboven een rails. En daar hang ik aan als je mij in bed of in douche wilt zetten. Ik wil gewoon dus laten zien dat het ook zo kan. Weet je, of je nou een beperking hebt of ziek bent of niet. Weet je, het gaat erom. 1, je laat je doorzettingsvermogen zien. En 2, je laat zien dat het allemaal mogelijk is. Ik ben zelf heel open. Dus als ik iemand tegenkom en ik merk dat die nerveus is of geen houding weet te geven, zorg ik ervoor dat diegene op zijn gemak is. En dan is het goed, dan is het ijs gebroken. Nou, tot kijk. En ik zeg voor nu een mooi weekend. En gelukkige dag. Vier het leven.